Soprema, een wereldwijde speler met 150 jaar ervaring op het gebied van waterdichting en isolatie, ontwikkelde een gloednieuw natuurlijk isolatiemateriaal op basis van houtvezel. Voor in de vloer, op het dak of in de wand. Pavatex. De grondstof voor de Pavatex houtvezelisolatie wordt geleverd door de natuur zelf. Hout. En dat is in de basis een zeer duurzaam materiaal. De productie van hout, dus het groeien van bomen, onttrekt immers CO2 uit de atmosfeer. Voor Pavatex wordt ook nog eens uitsluitend naaldhout gebruikt, afkomstig uit duurzame bosbouw. En de gebruikte houtsnippers zijn uitsluitend afkomstig van resthout van zagerijen. Dus voor het maken van houtvezelisolatie wordt nooit speciaal hout gekapt. De houtsnippers in het materiaal worden bij elkaar gehouden door natuurlijke harsen. Er wordt dus geen lijm toegevoegd. Zo ontstaat een materiaal dat na gebruik volledig gerecycled kan worden. Het gebruik van Pavatex houtvezelisolatie draagt dus op allerlei manieren bij aan een betere CO2-balans en een duurzamer omgeving. In de basis is duurzaamheid natuurlijk de doelstelling van elk isolatiemateriaal. Door beter isoleren van gebouwen is minder energie nodig om ze te verwarmen. Maar een dubbele slag maak je natuurlijk als het isolatiemateriaal waarmee je isoleert ook bestaat uit duurzame grondstoffen op een duurzame wijze geproduceerd. Daarnaast levert isolatiemateriaal op basis van houtvezel unieke prestaties. Zo heeft het in verhouding tot andere isolatiematerialen een veel grotere massa. En realiseert het daarmee een veel betere isolatie om warmte binnen te houden en kou buiten. En het verliest die isolerende eigenschappen op langere termijn veel minder snel. Door die grotere massa duurt het andersom, bij warmte van buitenaf, ook langer voordat het geheel is opgewarmd en warmte een gebouw binnenkomt. Het materiaal beschermt dus ook tegen hitte. En door die grotere massa en de poreuze vezelstructuur bieden Pavatex isolatiematerialen ook goede isolatie tegen geluid. Het geheel kan ook vocht opnemen uit de lucht en later weer afstaan. Dus er kan damp open mee gebouwd worden. Over het isolatiemateriaal heen hoeft geen plastic folie meer te worden aangebracht. En er is geen risico op schimmelvorming door vastgehouden condenswater. En in geval van brand komt er geen giftige rook vrij. En vormt zich zelfs op de Pavatex-platen een verkoold laagje dat de toevoer van zuurstof belemmert. En zodoende een snelle uitbreiding van brand tegengaat. Het aanbrengen van Pavatex houtvezelisolatie is ook gemakkelijk, omdat je het beter passend kunt maken zonder kieren. Daarbij is het materiaal niet schadelijk als je ermee werkt en het veroorzaakt geen jeuk. Logisch dat aannemers die ermee werken enthousiast zijn over Pavatex. Vaak verwerken ze het al in de werkplaats in hun constructies, die dan op de bouwplaats alleen nog maar geplaatst hoeven te worden en voorzien worden van na-isolatie. Nou, we zijn hier bezig met het fabriceren van houtskeletbouwelementen. Dat begint eigenlijk altijd met het framewerk. Dan gaan we dadelijk naar de volgende tafel toe en daar zie je hoe we hem gaan beplaten. En dan gaan we hem later gaan vullen met houtvezelisolatie. Daar werken we al langere tijd mee en daar zijn we zeer tevreden over. Hier hebben we dus frame gemaakt. Stap 2 komt hij op deze tafel terecht. Wordt hij dus beplaatst zoals wij het noemen. Wij zorgen dat we de luchtdichting goed voor elkaar hebben, dus we tapen alle naden af. En wij passen geen dampscherm toe, geen plastic in onze constructies, omdat wij damp openbouwen. Dit is eigenlijk de laatste stap binnen het fabriceren van onze panelen. Hier gaan wij dus de houtvezel monteren tussen de stijlen. Wat belangrijk is binnen het isoleren is de passing tussen de stijlen in. Heel belangrijk. Dus hoe beter die aansluit, hoe beter de houtvezelisolatie zijn werk kan doen. De verwerking is eigenlijk vrij makkelijk. Wij zagen hier alles netjes met een specifieke zaag. En vooral, wat wij vooral belangrijk vinden, is voor jezelf. Houtvezelisolatie is gewoon een natuurlijk materiaal. Bevat heel weinig toevoegingen. Kijk, hier verwerken wij dus de isolatie. We zagen hem netjes. Hij gaat strak tussen de stijlen. Dat is heel belangrijk. Wat er dus gebeurt, je ziet dat hij hier heel mooi past. Het houtvezel is heel erg sterk. Dat kan ik wel even heel makkelijk laten zien. Kijk, ik ga er gewoon op staan. En je ziet dus een minimale indeuking van het materiaal. Als ik dit zou doen bij glaswol, was het helemaal plat. Kijk, wat tevens een groot voordeel is het is een natuurlijk product. Glaswol zit allerlei toevoegingen in. Jouw huis is nooit
volledig luchtdicht. Dus je moet je voorstellen dat er altijd wel iets kan zweven in jouw huis. Nou, dan heb ik persoonlijk liever een beetje zaagsel dan glaswol of steenwol met allerlei toevoegingen. Voor ons personeel is het gewoon heel prettig om dit te verwerken. Voorheen werkten wij met glaswol. Mensen hadden hier chronisch last van een hoesje. Daar hebben de mensen nu geen last meer van. Het nieuwe isolatiemateriaal op basis van houtvezel, Pavatex, is dus duurzaam geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen. Het beschermt uitermate goed tegen kou, hitte, geluid en brand. Het reguleert de vochtbalans en het behoudt al deze eigenschappen op langere termijn beter dan veel bestaande materialen. Daarbij is het gemakkelijker en gezonder te verwerken door de aannemer en na gebruik volledig recyclebaar.